zijn het weer aanwezig geweest bij de persconferentie over de collegebesluiten. En daar kwam aan de orde het onderwerp straathoekteam. En dat straathoekteam dat bestaat onder andere uit Judith Schutte van de politie, Ellen Bus, Stichting Welzijn Winterswijk, en Koen van Nieuwburg van Radar. Ik begin even bij Judith Schutte. Wat is precies je functie bij de politie? Ik ben groepschef in het team Winterswijk. En in wat voor opzicht ben je betrokken bij het straathoekteam? Nou, we hebben als politie hebben we in 2011 een behoorlijk aantal zware delicten gehad. Dus een aantal strafbare feiten hier in Winterswijk. Dat heeft aanleiding gegeven dat wij een aantal jongeren in beeld hebben gekregen die mogelijk in aanmerking kwamen voor die feiten. Die jongens zijn aangehouden door de politie en die zijn uiteindelijk voorgeleid bij justitie. Dat is reden geweest uiteindelijk dat de politie heeft ingegrepen. Alleen de politie kan het niet alleen. En de politie heeft daarbij ook andere mensen nodig om jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Om hoeveel jongeren ging dat? Nou, de jongens waar in 2011 onderzoek naar is gedaan, dat zijn 17 jongens in Winterswijk die in wisselende samenstelling de strafbare feiten hebben gepleegd. En om wat voor soort strafbare feiten ging het dan? Over diefstal, we hebben een aantal keren drugsgebruik en we hebben echt een aantal diefstallen met geweld gehad in Winterswijk. En wat voor leeftijdscategorie? Dan leeft het van 14 tot en met 16, 17. En we hadden ook een iets oudere groep, 18, 23. En dat was eigenlijk reden om daar iets aan te gaan doen? Ja, dat is wel reden om er wat aan te doen. Om in ieder geval Winterswijk weer leefbaarder te maken. En aandacht te hebben voor de jongeren. Want dat is natuurlijk het belangrijkste als je kijkt naar jeugdaanpak. Zit hij me niet met name in de repressieve kant. Dus de politie is eigenlijk pas aan het eind aan de beurt, om maar zo te zeggen. En we willen eigenlijk veel meer voorkomen dan dat wij aan de beurt zijn. Van wie kwam het initiatief om hier iets aan te gaan doen? Nou, de gemeente heeft echt initiatief genomen. Die heeft ook echt de regie daarin genomen. Vanuit de politie hebben we de gemeente aangegeven dat deze feiten gepleegd werden. We hebben ook aangegeven welke jongeren dat zijn. En wij zijn heel tevreden over de manier waarop de gemeente Winterswijk dit opgepakt heeft. Ja, want er zijn al resultaten? Ja, als je kijkt naar de resultaten van bijvoorbeeld afgelopen week van de 17 jongeren die in beeld zijn gekomen in 2011. Daarvan kunnen we van 12 jongeren zeggen dat ze echt het goede pad op zijn gegaan. Dat ze voornamelijk uit beeld zijn bij de politie. De gemeente heeft het voortouw genomen. Maar Stichting Welzijn en Radar zijn er ook bij betrokken. In wat voor opzicht Ellen Bus, Stichting Welzijn Winterswijk? Ja, ik werk als jongerenwerker en dat is dus ook mijn rol binnen het straathoekteam. Maar misschien is het wel goed om te vermelden dat dus ook het Jack van het Lindenhout deelneemt aan het team en Ierenzorg. En wat doen jullie precies? Je bedoelt het straathoekteam? Of, Vanuit Welzijn Winter. Ja, ja. Ja, wat doen wij? Wij gaan de straat op dus. En je wil het contact aangaan met jongeren. En van daaruit willen we ze toeleiden naar bijvoorbeeld activiteit. Dus wij zitten heel erg in de preventie. Wij willen heel vroeg de jongeren in Winterswijk leren kennen. Wij willen ook dat de jongeren ons kennen. En van daaruit gaan we kijken wat we voor hun kunnen betekenen rondom de vrije tijd. Zijn jullie erbij gevraagd door de gemeente of hebben jullie jezelf aangemeld? Hoe is dat contact tot stand gekomen? Nee, wij zaten in een 12-plus netwerkoverleg. Dat is een heel groot overleg wat één keer in de maand in 2011 dus plaatsvond. En daar zitten alle netwerkpartners in die iets te maken heeft met jeugd. Dus Stichting Welzijn Winterswijk, de leerplichtambtenaar, de politie. Nou, bedenk het allemaal maar. En toen is dus gebleken dat er bepaalde problemen waren met bepaalde jongeren. En van daaruit is dus het straathoekteam ontstaan. Hoe ga jij concreet hiermee om als medewerker van het straathoekteam? Ja. Nou, wat wij vooral vorig jaar dus gedaan hebben, er kwam bijvoorbeeld een melding binnen van overlast bij een notaristuin. En die heb ik ingebracht in het straathoekteam. En dan gaan we met elkaar een plan van aanpak bedenken op hoe gaan we nou om met deze melding. We gaan eerst inventariseren wie weet nou eigenlijk wat. En wat is er nog meer bekend rondom de jongeren, rondom andere netwerkpartners, zeg maar. Zo zijn wij in contact gekomen met de Skinny onder andere. En toen hebben we verschillende partijen, zeg maar, bij elkaar gebracht op een buurtavond. Daarom hebben we ook heel veel buurtbewoners uitgenodigd. Dus toen hebben we volgens mij was het een donderdagavond of zo, bij elkaar gezeten bij de Skinny binnen. En toen zijn we met de buurt door het park gelopen om eens te horen van, nou, wat gebeurt er nou allemaal? En toen bleek eigenlijk dat de buurt, enerzijds hadden mensen toch wel veel overlast van bepaalde mensen, met name toch van het uitgaansgelegenheid. Dus als ze klaar waren een buurtje op hadden, dan liepen ze door het park en dan hadden ze daar natuurlijk 's nachts veel last van. Dus
Dat was niet zo heel veel overlast op het gebied van jeugd. Nou, en daarnaast heel concreet, ja, gaan we echt op de groepen af. Dus gaan we gewoon, heb ik verschillende keren ben ik bij de notaristuin geweest. En doen we dan samen met een aantal collega's uit het straathoekteam. Want meestal doen we dat niet alleen. We gaan wel vaak met z'n tweeën op pad. En dan gaan we gewoon kijken om welke jongeren het gaat. Kennen we ze? En hoi, ik ben Ellen. En wie ben jij, zeg maar? En van daaruit ga je doordat je ze vaker ziet en spreekt, leren ze je kennen. En het is wel leuk op een gegeven moment, dan wissel je nummers uit en dan gaan je appen en dan bellen en dan ga je kijken of je, ja, als er een hulpvraag is, of je ze daarbij kan helpen. Koen, hoe is jouw rol hier binnen het team? Wij zijn vanuit Radar zijn we als laatste toegevoegd aan het straathoekteam. We zijn geen lokale partijen, we zijn door de gemeente benaderd om hier een aantal taken te organiseren. Even voor de duidelijkheid, wat doet Radar? Radar Uitvoering is een bureau voor maatschappelijke vraagstukken. Dus in principe gaat het erom dat allerlei mensen die in wat voor achterstandssituatie nog zitten, dat we daar gaan kijken van hoe kun je zorgen dat wij die toch weer, toch die inclusieve samenleving binnen kunnen halen. En dat is hier dus de opdracht inderdaad specifiek het straathoekwerk. Dus aan de ene kant groepen bezoeken op straat, kijken wat daar speelt, hoe de overlast ontstaat. Daarnaast ook kijken of je misschien individuele jongeren toe kunt leiden richting arbeid. Dat je in de privé situatie toch de zaken kunt verbeteren, waardoor je hopelijk de overlast voorkomt aan het begin van het verhaal. En in wat voor opzicht vullen jullie elkaar aan? Of jullie werken iets verschillend, maar kun je dat iets duidelijker uitleggen? Sowieso in karakter natuurlijk vullen we elkaar natuurlijk ontzettend aan. Maar dat zit hem. Je hebt allemaal natuurlijk een hele andere invalshoek. Je kijkt anders, heel anders naar problematiek. Je kijkt anders naar groepen. Dus die informatie die breng je juist heel erg bij elkaar om te zien van goh, wie vliegt in op dit probleem? En is er daadwerkelijk wel een probleem? Het kan best zijn dat overlast is natuurlijk ook wel een subjectief iets. Dat je op een gegeven moment een probleem hebt met elkaar. Dat je gaandeweg terwijl je het bespreekt, dat je merkt van goh, maar misschien is het wel veel minder dan we nu met elkaar constateren. Waarmee ik trouwens niet wil zeggen dat dat overlast, daar wil ik niet bagatelliseren. Want er zijn natuurlijk gewoon echt een aantal gevallen waar de overlast toch wel heel ernstig is. Maar goed, in gezamenlijkheid probeer je echt te kijken van wat zit aan de voorkant van het probleem? Wat is de oorzaak van de overlast? Wat zijn nou zoal de belangrijkste overlastplekken? Wie mag ik daar het woord over geven? Ellen? Ja, dat zijn verschillende plekken hier in Winterswijk. Alleen wat ik wel vooraf graag wil melden is dat de plekken waar wij naartoe gaan niet per definitie overlast geven, zeg maar. Want jongeren moeten elkaar natuurlijk ook gewoon kunnen zien en ontmoeten buiten schooltijd en buiten hun hobby's om. Dus de plekken waar wij regelmatig naartoe gaan is speeltuinvereniging Krel. Nou, daar staat een prachtige voetbalkooi, zeg maar. En dat is echt een geweldige plek waar heel veel jeugd op afkomt. Daarnaast Schimmelpenninklaan, daar hebben ze een nieuw park en daar staat een mooie hooimeid. En dat is ook een plek waar jeugd elkaar mag ontmoeten. Het oude postkantoor is daar een locatie. De BH-bulten. Achter bij het WIC, dat is een wat minder fijne plek, want het is toch wel heel donker en achteraf gelegen, zeg maar. Maar dat zijn een aantal plekken waar we regelmatig naartoe gaan. Mochten mensen meer informatie willen hebben of denken, nou, ik heb een melding of wat dan ook, kunnen ze bij jullie terecht en op wat voor manier? Jazeker, ze kunnen ten alle tijde een mailtje sturen naar info@spotwinterswijk.nl. Maar daarnaast, als er echt sprake is van overlast, dan ten alle tijde de politie informeren. Koen, jij gaat ook individueel echt met de jongeren om. Als er problemen zijn, dan nodig je jezelf uit of je wordt uitgenodigd. En hoe gaat dat verder in zijn werk? Nou, het kan via allerlei manieren zijn dat ik uitgenodigd word of gevraagd word om ergens bij te zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de jongeren zelf aangeven dat bepaalde zaken niet lekker lopen. Dat we daarover rond de tafel gaan. Het kan zijn dat ouders, opvoeders, opvoedersondersteuners of instellingen zeggen van goh, ga daarmee eens rond de tafel. En eigenlijk is het een kwestie dat je gaat kijken van nou, welke belemmerende factoren zijn er op dit moment om om goed uit de verf te komen. Dat kan zijn financieel, dat kan zijn in sociale achtergrond. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld op school of op werk dat dingen daar niet lekker lopen. En dan ga je kijken van goh, hoe kunnen we dat proces met elkaar gladstrijken. Dus dan ga je ook op school praten bijvoorbeeld als daar een probleem ligt? Dat zou kunnen, ja. In principe, we richten ons in principe op het hele leefgebied van een jongere. Waarbij het wel heel duidelijk moet zijn, is dat niet wij het voor de jongeren gaan doen, maar dat we proberen om een jongere genoeg middelen mee te geven, zodat hij zelf de regie kan voeren over zijn dagelijks leven. Ja. Dan zijn er nog andere instanties die zich die hierbij aangesloten zijn. Wat doet DIEP precies? Ja, we hebben dus al gezegd dat IRIS-zorg hier deel van uitmaakt. Die richt zich specifiek op verslavingszorg. Ja, dus drugsgebruik, alcohol en noem maar op. Daarnaast Lindehout, en die richt zich toch echt op het systeem. Dus de ouders, en die kunnen echt een behandeltraject, zeg maar, uitzetten.
Dat doen jullie niet vanuit Radar, een behandeltraject? Ja, dat doen we wel. Maar het is net de vraag van, we kijken gewoon op dat moment welke partner het beste bij past. Het kan best zijn dat juist een lokale organisatie, dat die daar op dat moment een heel goed middeltje voor heeft. Middeltje tussen aanhalingstekens. Ja. Dat we in andere gevallen juist kiezen van, goh, laten wij dat uitvoeren. Dat ligt helemaal aan het krachtenveld waarin de problematiek zich afspeelt, zeg maar. Ja. En heb je dus een overlapping eigenlijk bijvoorbeeld met Lindehout? In een aantal gevallen heb je een overlapping, ja. En daar zit ook juist weer voor mij de kracht in dat je elkaar soms kunt versterken. Dat je soms weer met een andere blik naar dingen kunt kijken. En dat je daar elkaar echt heel erg in probeert aan te vullen, ja. Nou is het Straathoekteam ook nog landelijk min of meer bekend geraakt. Hoe zit dat? Mag ik het woord geven? Ja, allebei kan natuurlijk. Maar ja, dat klopt. Wij zijn gevolgd vanaf vorig jaar toen dus bleek dat deze jongeren er waren. Toen was er een coördinator van het ministerie die ons nauwlettend in de gaten heeft gehouden. En eigenlijk heel enthousiast raakte over ons plan van aanpak. En hoe we eigenlijk dus met elkaar, met alle organisaties die er zijn, het probleem zeg maar gingen aanpakken. En zodoende is dus de minister Ivo Opstelten op de hoogte van het Straathoekteam en hoe we dat dus met gemeente, politie en dus onze organisaties heel effectief zeg maar dit probleem aanpakken. En daarvoor is de burgemeester uitgenodigd bij Ivo Opstelten om dit verder te vertellen wat wij doen, hoe we het aanpakken en misschien is dat wel interessant voor verder in het land. Winterswijk als enige gemeente? Nee, er zitten andere burgemeesters bij, maar ik weet niet precies wat hun allemaal voor aanpak hebben of kunnen vertellen. Maar de burgemeester gaat vertellen over het Straathoekteam. Toch wel heel bijzonder wat dat betreft. Ja, het is echt wel uniek. Ja. Heel veel succes gewenst in het Straathoekteam en hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Dank je wel.